De transportlaag is verantwoordelijk om pakketten over te zetten tussen twee punten die op een of andere manier op het internet verbonden zijn met elkaar bovenop het IP-protocol. Nu, voor het web, de meest belangrijke transportprotocollen zijn TCP, UDP en QUIC. Waarbij TCP typisch gebruikt wordt binnen HTTP 1 en 2 connecties. En TCP-connecties zijn eigenlijk heel betrouwbaar. Ze bieden bepaalde garanties, bijvoorbeeld over de volgorde waarin pakketten overgezet worden. Nu, UDP langs de andere kant biedt eigenlijk niets van garanties, maar heeft ook typisch veel lagere overhead. QUIC tot slot is een nieuw transportprotocol die geïntroduceerd werd voor HTTP 3, die een aantal belangrijke problemen oplost binnen TCP. Maar we zullen in volgende slides elk van deze drie in wat meer detail toelichten. Nu, belangrijk om te onthouden bij TCP is dat de opzet van TCP-connecties vrij duur kan worden. Dat is eigenlijk voornamelijk door de zogenaamde three-way handshake van TCP, waarbij eigenlijk een volledige roundtrip aan latentie wordt toegevoegd in het begin van elke TCP-connectie. Daarnaast hebben we ook het probleem dat TCP gebruik maakt van het slow start-mechanisme, waarbij om congestion te gaan voorkomen, dat een TCP-connectie eigenlijk zal starten met een zeer beperkte bandbreedte en deze telkens zal laten groeien overheen de tijd totdat de limieten ontdekt zijn. Om die latentieproblemen door die three-way handshake te gaan oplossen, wordt eigenlijk sinds HTTP 1.1 de keep-alive-optie van TCP eigenlijk standaard gebruikt. Waardoor het mogelijk is om je TCP-connectie te gaan hergebruiken om meerdere HTTP-requests met dezelfde server te gaan uitvoeren. Nog iets dat je in de praktijk kan doen, is die latentieproblemen te gaan oplossen door eigenlijk rechtstreeks je roundtrip time te gaan reduceren. En dit kunnen we eigenlijk op een heel eenvoudige manier gaan doen door eigenlijk rechtstreeks de servers dichter bij de eindgebruiker te gaan zetten. En dit kan onze latentie gaan verkleinen. De manier dat we dit kunnen doen is om bijvoorbeeld zogenaamde content delivery networks te gaan gebruiken, die eigenlijk servers aanbieden die op verschillende plaatsen ter wereld staan. Die eigenlijk afhankelijk van de locatie van de gebruiker makkelijker op een dichte manier content kunnen aanleveren. Nu, nog een belangrijk probleem die ik wil vermelden met TCP is dat het het probleem heeft van de zogenaamde head-of-line blocking. Dus het ding is, TCP zal altijd garanderen dat pakketten in dezelfde volgorde aangeleverd worden bij de ontvanger zoals ze verstuurd zijn bij de verzender. Dus als je een sequentie hebt van 10 pakketten, stel bijvoorbeeld het eerste pakket raakt verloren, maar de 9 andere pakketten komen wel toe bij de eindgebruiker. Nu, nog voordat die 9 andere pakketten effectief beschikbaar worden voor de eindgebruiker, moet eigenlijk dit eerste verloren pakket opnieuw verstuurd worden van de verzender naar de ontvanger. En dan pas kunnen al die 10 pakketten effectief verwerkt worden door de eindgebruiker. Dus eigenlijk, die 9 andere pakketten kunnen eigenlijk onnodig vertraging krijgen. Dus dat probleem noemen we het offline blocking. Nu, UDP, zoals ik eerder al zei, brengt in tegenstelling tot TCP eigenlijk geen enkele garantie. Maar ook het gevolg hiervan is ook dat deze heel minimale overhead heeft. Dus UDP is eigenlijk een minimaal non-protocol. Dus in de praktijk, als je niet al die functionaliteiten van TCP nodig hebt, zoals de reliability, order delivery en de flow en de congestion control, kan het eigenlijk beter zijn om zelf iets te bouwen bovenop UDP die maar
bepaalde of misschien zelfs geen enkele van die functionaliteiten gebruikt. En dat is eigenlijk iets wat er gebeurd is bij de ontwikkeling van Qwik. Dus Qwik is gebaseerd op UDP en lost eigenlijk bepaalde essentiële problemen op binnen TCP. Dus een eerste ding dat Qwik aanbiedt, is om aan multiplexing te gaan doen. Dus je kan eigenlijk meerdere HTTP-requests gaan sturen over één Qwik-connectie, zonder dat deze elkaar gaan blokkeren. Gelijkaardig daaraan lost Qwik het probleem van head-of-line blocking op. Interessant aan Qwik is dat eigenlijk de meeste webbrowsers, 95%, al Qwik ondersteunen. Maar we zien dat in de praktijk slechts iets meer dan 26% van alle websites momenteel al Qwik gebeuren. Dus dit, aangezien dat eigenlijk veel browsers dit al ondersteunen, kan dit percentage van websites die Qwik willen gebruiken eigenlijk gerust al verhogen.